Ciao tutti, hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 22. Op dit moment zijn we lekker hout aan het sprokkelen. We hebben namelijk hout nodig om energie te stoken. Nee, grapje. Ja, in real life wel. In real life heb ik dat echt wel nodig. Maar we zijn hier het land aan het leegmaken, zodat we hier ook kunnen ploegen en uiteindelijk katoen kunnen zaaien. Dus ja, dat betekent dat al deze houtstronken van de bomen die we eerder hebben gekapt, die moeten namelijk gewoon even aan de kant. Dus die gooi ik hier gewoon even op een hoopje. Ik denk dat het ook beter is om even mijn trekker te halen met de aanhanger, dat ik alles gewoon op de aanhanger zet en dat we het dan naar dat plekje brengen. Dus laten we deze aanhanger hiernaast, maar hij is niet zo groot, maar groot genoeg om wel aardig nog wat stukken boomstammen te dragen. Ik heb ook een link in de beschrijving gezet waarin je de video kan zien waarin ik de bomen ga zagen. En dat gaat niet helemaal volgens planning. En even kijken waar we hier weer terug het land op kunnen. Hoi, Oké, dit is echt een smal steegje. Gaan we dit redden? Oh my goodness. En dan is het vooral de voorlader die ook lekker handig is dat ik die erop heb zitten. Maar hey, ik ben een pro man. Ik hoop dat jullie trots op me zijn. En geef een like om mij te motiveren om geen schade te rijden in deze aflevering. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, want daarmee support je mij. En dan word je ook nog zelf op de hoogte gehouden wanneer er een nieuwe video uitkomt. We hebben hier nog een verzamelobject en dan gaan we hem gewoon even verzamelen. Je hebt een zaaimachine gevonden, nog 8 zaaimachines te vinden. En weer 1000 euro erbij, toppie. En wat schattig dit, kijk dan, hoe leuk. Nou ja, in ieder geval, ik zet jullie even in een korte houtsprokkel timelapse. Dus ik ben zo bij jullie terug. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van ons timelapsje. En kijk, we kunnen hier echt niks meer zetten. Het lekt als een gek. Dus we kunnen niet te veel hout op één hoop gooien, want dat vindt de game niet leuk. En ik ben echt bang dat de game crasht. Dus laten we even een andere plek zoeken. Misschien hier? Zal dit ver genoeg zijn? Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Ik ga gewoon hier het hout verder uitladen. En dan skippen we even naar de toekomst, want ik ga niet de hele tijd een timelapse zetten. We zijn ook echt al een hele tijd bezig. De tijd gaat echt mega snel als je dit doet. Kijk hoe langzaam dit gaat, jongens. In ieder geval, we skippen even naar de toekomst. Nou, jongens en meiden, het is 1-1, dus dat betekent dat we straks weer geld binnenkrijgen van de biogasfabriek. Ik ben echt benieuwd hoeveel dit gaat zijn. Dan is er precies een uur verstreken met de laatste keer dat we geld kregen. We zitten op 14.000 euro, dus ik ben benieuwd hoeveel wij erbij krijgen. Waarschijnlijk is ons kuilvoer ook al bijna op, of is al op, weet ik niet, zou ik even moeten kijken. En ja hoor, daar plopte ons geld binnen en wauw, gewoon meer dan 1000 euro in een uur. 1163 euro en nee, ik ben geen rekenwonder, ik heb het gewoon letterlijk in mijn rekenmachine getypt. Dus ik heb een beetje vals gespeeld, maar echt amazing gewoon. We kunnen wel even kijken hoeveel kuilvoer we nog überhaupt in de fabriek hebben zitten. Nou, zo te zien hebben we 421 liter nog erin zitten. Niet zoveel meer. Dus weet je wat we doen? We gaan hem gewoon deactiveren. En dan blijft de kuilvoer daar gewoon zitten. En we hebben nog 34 grasbalen liggen bij de biogasfabriek. Dus als die eenmaal gefermenteerd zijn, want ze zijn al ingewikkeld en alles. Dus ze moeten alleen nog fermenteren. Dat is over 2-3 maanden.
Dan zijn ze kuilvoer geworden en dan kunnen we ze ook in de biogasfabriek zetten en dan zetten we hem gewoon weer aan. En op dit land waar we nu de boomstronken weghalen, gaan we ook nog gras maaien en alles om kuilvoer te maken. Nou, ik denk dat het ook beter is om een derde stapel hout te maken, want ik heb al heel veel heen en weer gereden off camera, dus we gaan gewoon even een nieuwe stapel zetten en dat doen we gewoon lekker hier. En kijk hier, een collectible! Piggy. Je hebt de varken gevonden. Je moet nog 8 varkens vinden. Thank you. En weer 1000 euro erbij. Ja, nu die je toch ligt, weet je wel. Dat kunnen we natuurlijk niet laten liggen. Nou, ik ga dit snel tussen haakjes afmaken. Ik ben al langer dan een uur bezig. In real life, hè. Besef. Dus een like wordt zeer gewaardeerd op dit moment. Oh my goodness, dit is zoveel werk. Maar jullie zien mij weer terug wanneer ik al het hout van het land heb gehaald. 2000 years later. And here we go, jongens. De laatste stronk of de laatste tak die we nu neerleggen. Woep woep. Wejo, bijna 2 uur bezig geweest om dit allemaal te verzamelen. 3 stapels hebben we nu, 3 goede stapels. Dus ik ben benieuwd hoeveel hout we hieruit kunnen halen. En trouwens, ik heb hier overal en nergens collectibles gezien. Dus ik denk dat het wel, ja, dat ik het wel heb verdiend, hè, om alle collectibles op te halen. Want kijk, hier is er bijvoorbeeld 1. Je hebt de oogstmachine gevonden nog 7 te vinden. Want er liggen hier aardig wat, dat is 1. En dan hebben we hier nog 1. Je hebt een aanhanger gevonden, nog 8 aanhangers te vinden. Dus weer 2000 euro erbij. Hier ligt er nog 1. Je hebt een watertrailer gevonden, nog 7 watertrailers te vinden. En als het goed is, lag er hier ook nog. Kijk, kunnen we hier overheen springen? Ja. En weer een zaaimachine gevonden, nog 7 te vinden. Kijk, dat telt wel op, hè? En laat me voor de zekerheid nog even een ere rondje maken hier. Of ik echt niet eentje vergeet. Kijk, hier. Je hebt een ploeg gevonden, nog 9 ploegen te vinden. Dus dit is de eerste ploeg die we hebben gevonden. Dan lopen we hier nog even omheen om te kijken of er hier nog niet eentje ergens ligt. Bij... Jawel. Kijk eens, een tractor. Keeskleur. Je hebt een tractor gevonden, nog 6 tractors te vinden. En hier ligt ook nog wat. Weer een ploeg, zo heb je er geen en zo vind je er in 1 keer 2. Je hebt een ploeg gevonden, nog 8 ploegen te vinden zo. Nou ja, nu hebben we in 1 keer weer 23.000 euro. Lekker zeg, heerlijk. Oké, dus dan hebben we hier in ieder geval wat collectibles verzameld. En dan gaan we nu deze aanhanger weer terugbrengen waar we hem altijd hebben staan. Oh! My god, ik dacht dat ik hier de weg op kon. Are you kidding me? Oh my goodness me. Jullie zeggen ook niks, hè? Jongen. Jullie laten mij gewoon daar bijna tegen die muur aan rijden. Al dan niet tegen de muur aan rijden. Ik weet nog niet of het raak was of niet. Maar goed, we hebben het overleefd. En onze trekker is nog heel nu niet meer. Wat gebeurt hier? Oh mijn god. Oh, ik heb hem nog teruggekregen op 4 wielen. Nee. En dat met een lege aanhanger, hè? Zo, en dan zijn we bij het veld. Nou, eens even kijken hoe we dit gaan maaien. Het zal echt geen hoge kwaliteit gras zijn. Dat is 1 ding wat zeker is. En dan schakelen we het in. En dan gaan we. Ja, ik zie nu al dat we er heel weinig gras uithalen. Oh my goodness. Kijk dan, bijna niks gewoon. Ik ben benieuwd hoeveel balen we hier eruit gaan halen. Oh, dit is echt slechte kwaliteit. Maar goed, weet je, het maakt niet uit. Het voordeel hiervan wel is dat we het nu maaien. Omdat we er nu echt officieel een land van maken. Want op de map is dit gewoon nog niks, om maar zo te zeggen. Plus, dan hebben we ook nog eens 50% dit land bemest door te maaien. Dus ja, dat is toch win-win. Het kost ons helemaal niks. Het levert ons een beetje gras op dan, niet heel veel. Maar in ieder geval iets. En dat kunnen we dan ook weer bij de biogasfabriek brengen. En daar gaan we weer veel geld mee verdienen. En dan krijgen we ook nog eens mest voor terug bij de biogasfabriek. Dus win-win, echt waar. Ik ga jullie in ieder geval in een timelapse zetten.
Ik denk dat we gewoon alles even timelapsen. Gewoon korte stukjes, zodat we dit zo snel mogelijk hebben gehad. En zo snel mogelijk onze katoen kunnen planten uiteindelijk. Want ja, daar gaat het natuurlijk om. Daar werken we naartoe, al die afleveringen. Het duurt alleen wat langer, maar goed. Hè? Je maakt ook weer leuke dingen mee. In ieder geval, we gaan ook weer wat extra informatie vertellen. Of tenminste wij, ik in dit geval. Zomaar zeg ik wij. Ze zeggen, schizofreen is nooit alleen. Oh. Nee, ik wil niemand beledigen. Straks voelt iemand zich beledigd. Dat is niet de bedoeling. Maar in ieder geval, geniet van de timelapse, de muziek en een beetje extra info. De vorige keer dat ik jullie extra informatie heb verteld, hebben wij het gehad over het verschil tussen normaal maaien en extensief maaien. En het beste maaibeheer om een soortenrijk grasland te krijgen. Vandaag ga ik dieper in op de maaitijden. Ik zal de tekst weer in beeld brengen zoals ik bij de vorige video ook heb gedaan, zodat jullie het eventueel kunnen meelezen. Nou, daar komt-ie. Bij de meeste hobbyboeren is de bodem redelijk voedselrijk en de grasproductie ligt daarom vrij hoog. Wanneer de grasproductie hoog is, zal het gras 1 tot 2 maal per jaar gemaaid kunnen worden, afhankelijk van de hoeveelheid vee. Bij voldoende grasland kan ervoor gekozen worden een deel van het land niet te laten begrazen en alleen te maaien. Het maaisel moet dan wel afgevoerd worden in de vorm van hooi of kuilvoer. Bij schralere grond groeit het gras langzamer en duurt het dus langer voordat het bloeit en zaad heeft gezet. Om meer soorten in het grasland te krijgen, moet dan ook later gemaaid worden. Eenmaal per jaar is dan voldoende. Nadien moet het grasland wel bewijd worden om te voorkomen dat het gras te lang de winter ingaat. En we zijn alweer bijna klaar met het bewerken van de gras, de balen te maken. Dus dat betekent dat we gewoon de volgende keer weer verder gaan. Ja, kleine stukjes, kleine stapjes en anders is het ook misschien te veel informatie in één keer. Dus dit is prima. En als je deze extra informatie leuk vindt, vergeet dan niet even op de like-knop te drukken, zodat ik ook weet dat jij er echt van geniet. In ieder geval, geniet nog eventjes van het kleine stukje timelapse en dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, en dan gaan we deze laatste verstopte bouw oppakken. En dan hebben we in totaal 8 balen. Ik had dit echt niet verwacht dat we dit zouden hebben. Echt niet. Ik dacht meer 6. Maar het is toch meer geworden dan verwacht. Dus dat is alleen maar beter. En ik denk dat ik deze balen gewoon op de aanhanger ga laten. Of de balenverzamelaar. Want het moet toch nog fermenteren. En tegen de tijd dat wij naar de biogasfabriek gaan, dan nemen we deze balen gewoon mee. Het zal sowieso al gefermenteerd zijn voordat de tarwe überhaupt klaar is. Want van tarwe, daar houden we weer stro van over. Dus dan kunnen we ook strobalen maken en met deze balenverzamelaar oppakken. Maar dan zijn de grasbalen al lang gefermenteerd. Dus dat moet helemaal goed komen. En aan de kant, hertjes, kom op! Levensgevaarlijk altijd. Ja, ik vind het nog steeds echt een leuke feature dat je die hertjes hebt op de weg. En dan zijn we alweer aangekomen bij de boerderij. En dan gaan we deze aanhanger gewoon even plaatsen. En hallo Bumper, wat doe je hier? Je gaat toch niet weer irritant zitten doen, hè? Kom op, aan de kant, aan de kant. Gaat die zitten ook nog, hè? Het is ongelooflijk, ongelooflijk. Ik snap dat je aandacht wil, Bum, maar dit is niet de tijd. Ik heb echt een déjà vu van de andere aflevering. Oh, daar was hij echt stout. Hier zie je het fragment. Bump, wat ben je aan het doen? Wat is die nou aan... Bump, kom op man, ga er eens vanaf. Oké, laten we hem even weglokken door zijn bakje te vullen. Want meestal heeft hij wel honger, dus let's go. Ja, daar gaat hij. Oké, even sneaky sneaky, dan gaan wij hem snel inparkeren. En wat we hierna gaan doen is denk ik terug naar het land, want we gaan verder met ploegen. En zodra we terug gaan naar de boerderij, dan nemen we gewoon gelijk de kalkverspreider mee. Ik denk dat dat het beste is, want dat hebben we ook nodig op het land. Laten we eerst even dit ding inparkeren. Jarenplan met mij, echt serieus. Nou, dit is echt de laatste keer dat ik steek hoor. Dat moet wel. Moet die wel lukken. Ja, ik ga hem lekker zo laten staan. We hebben hem afgekoppeld. En dan gaan we gelijk even de kalkmachine pakken. Een stukje naar achter. Bump, kijk uit.
Ik weet niet waarom ik dit trouwens achteruit doe. Slaat echt helemaal nergens op. Maar daar is onze kalkverspreider. En in de volgende aflevering gaan jullie dus zien hoe we het land gaan verspreiden onder andere. En verder gaan met ons land. Dus ik zie jullie daar. Ciao!